Hij rijdt langer mee. En dan naar hem heen rijdt hij. Maar net of ik een dooie ben. Ik denk het precies zo over. Zoek het lekker uit. Voor mij hoeft het ook nooit meer goed te komen. Kijk, wat komt er van mijn vader af? Dan kap ik hem per direct af. Ik heb een zomer gelogen. Ik kan dingen vertellen. Ja? Dan schrijf je hard. Ja, het is wat, hè. Een oproep van twee broers, 14 jaar, een tweeling notabene, die graag willen dat hun vader en opa weer met elkaar verenigd worden. Hallo Bert, wij zijn Sylvain en Sylvian. We zijn 14 jaar oud en willen uw hulp bij het goedmaken van de ruzie tussen onze vader en opa. Er zijn onderling veel dingen gebeurd en gezegd, waardoor het contact helaas is verbroken. We hopen met uw hulp dat alles weer goed komt. Ze geven het zelf al aan, er is waarschijnlijk heel veel gebeurd. En toch gaan we het proberen, maar eerst maar wat meer uitleg vragen aan Sylvain en Sylvian. Goeiedag jongens, jullie zitten te wachten al, Bert. Sylvain. Sylvain en Sylvian. Sylvian, twee broers, tweeling. Hm. Ik heb jullie oproep gezien jongens, en het gaat om jullie vader en opa. Hè? Hm. Ja. Waar is in dit geval de bom gebarsten? Eigenlijk dat wij daar aan de deur stonden en dat ze ons hadden laten staan. En ze is in dit geval jullie opa? En zijn vriendin. Ja, opa en zijn vriendin. Vertel eens wat er gebeurde. Ja, wij stonden daar eigenlijk aan de deur. En er werd een paar keer aangebeld. En toen zagen ze, voor ons gevoel zagen ze ons wel, maar ja, het werd niet open gedaan. Waren ze wel thuis? Ja. Hebben jullie enig idee waarom je dan toen niet welkom was? Ja, ik weet wel dat mijn opa toen zijn knie, een nieuwe knie had. En dat hij zelf niet zo goed kon lopen. Mm-hmm. Maar ja, we zagen wel echt dat zeg maar, Jeanette zeg maar, echt door de keukenraam heen keek. Dat ze ons zag staan en niet open deed. Nee, dat lijkt me best wel beroerd. Ja. Jullie zijn weggegaan en toen? Ja, toen hebben we ons vader gebeld. En ja, die werd helemaal boos. En dat was al in de situatie dat er al tussen jouw vader en zijn vader wel al een beetje een conflict was? Ja. Oké. Okay. Waardoor is het conflict tussen jouw vader en zijn vader ontstaan? En jullie opa dus? Ja. Eigenlijk geen idee. De jongens weten dus niet precies wat er speelde tussen hun vader en zijn vader. Oké, dat moeten de ruziemakers me dan zelf maar uitleggen. Maar de jongens vertellen me nog wel iets over een voorval op de begrafenis van hun andere opa. Wat is daar gebeurd? Och, ja, we waren daar ook. En toen werd er tegen mij gezegd dat ik er als een oude lul uitzag. Op de begrafenis? Ja. En wie zegt dat dan tegen je? Dat zei Jeanette. De vriendin van opa? Ja. Tegen jou? Ja, is dat dan een grapje of zo? Wat? Ik heb geen idee. Ik heb het verder ook niet meer aangekaart bij haar. En dat heeft de zaak een stuk erger gemaakt. Ja, toen had papa wel zoiets van, je bent op een begrafenis. En dan hoor je niet zulke dingen te zeggen. Nee. Maar wie heeft het contact verbroken vooral? Papa. En heeft je opa nog eens moeite gehad om wel weer contact te herstellen? Nee. Vind je het jammer? Ja. En wat mis je? Geef dat eens aan. Ja, gewoon dat je, gewoon opa en zo, gewoon de gezellige momenten samen. Bij elkaar langs gaan, uit eten samen, verjaardagen vieren. Ik vind het wel bijzonder dat twee jongens van 14 jaar, een tweeling notabene, dat die de handen ineens slaan. Ja, hoe voelt dat voor jullie? Ja, toch eigenlijk wel bizar. Dat wij eigenlijk als kinderen dit moeten doen. En dat ze niet zelf die stap kunnen zetten. Ja. Wat hopen we vandaag? Ja, dat het weer goed komt tussen. Het is ons enige opa nog. Ja, je hebt nog maar één opa. Ja. Nou, dan hoop ik maar één ding, jongens, dat het lukt. Laten we aan drinken. Nou, eerst maar naar vader Theo. Dat was degene die volgens de jongens de deur dichtgegooid heeft. Dus dat kan meteen al spannend worden. En ik hoop vooral dat Theo me iets meer kan uitleggen wat er nou toch precies gebeurd is. Nou, ik kom in ieder geval met iets vrolijks binnen bij Theo. Tenminste, laten we hopen dat ik binnenkom. Goedendag. Goedendag. De taartbezorger. Oké. Een taart met een reden. Oké. Zou ik even binnen mogen komen om de bijbehorende uitleg te geven? Dan komt u verder. Ik ben Bert. Theo. Dag Theo. Wat een mooie foto. Dat is gewoon bekend voor. Theo.
Waar mag ik even gaan zitten? Ja, ga zitten in plaats. Eens kijken, als jij nou hier gaat zitten, kom ik even aan deze kant zitten, ja, denk ik. Ja. Dan ga ik even hier zitten. Ik zit er gelijk een beetje om me heen te kijken. Ik zie mooie foto's allemaal aan de muur hangen. Klopt. Kindertjes, twee zoons en een dochter. Klopt, twee jongens van 14 en een dochter van 10. Ja, man. Nou ja, maak dit even open. Heeft ook een beetje met familie en gezin en zo te maken. Oké. Okay. Maak hem open als je wil. En bekijk hem even. Beschrijf me wat je ziet. Van mijn vader? Jan Jansen? Ja, we dachten we geven een toepasselijke taart. Een taart omdat ik hoop dat er iets te vieren valt vandaag weer. Want jouw vader heet Jan Jansen. Klopt. En dan ben jij Theo Jansen. Klopt. Het is een gelukkige happy family aan één tafel. En dat is even heel kort gezegd de bedoeling van deze dag. Oké. Okay. Het enthousiasme druipt er vanaf, Theo. Ja, het overvalt me een beetje. Ja. 2,5 jaar geleden ruzie gekregen met mijn vader. Dingen over en weer gezegd. Waardoor op een gegeven moment mijn kinderen daarvoor een deur zijn. Hebben ze mijn kinderen buiten de deur laten staan. Ja. En dat was voor mij een reden. Ze van jongens, tot hierheen niet verder. En toen was het voor mij echt definitief voor mij het boek gesloten. Dan nu naar vader Jan. En ik wil natuurlijk heel graag dat Jan thuis is. Nou heb ik begrepen, Jan zit in het oud ijzer. En laat ik nou net nog een oude wasmachine hebben. Dus 1-1 is 2. Ik heb bij Jan een afspraak om wat oud ijzer te komen brengen. Ja, dan staan we voor een paar uitdagingen. Want zo'n wasmachine is leuk, maar is een beetje zwaar. Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen, jongens? We zijn met 5 man, hebben we hem samen ingeladen. Dat moet je eigenlijk ook niet in je eentje doen. Maar goed, het is oud ijzer, dus dat maakt niet uit. Je moet er wat voor over hebben om een afspraak te maken om oud ijzer te bezorgen. Leertjes, jongens. Dag. Doe weg. Ja, hij was voor. Zo. Anders zag ik hem. Hi. Bert. Ik heb een ander karretje. Heb je een beter karretje? Ja. Dat lijkt me niet gek. Ik had wat voor je, Jan. Mag ik even uithijgen? Ja. Hoe gaat het op zich? Goed. Je bent nog van het oud ijzer? Ja. Heb je er wat aan? Ja. Wat bied je ervoor? Niks. Oh, dat ook nog. Maar ik heb wel wat anders voor je. Kijk. Ik heb wat te vieren vandaag. Oké. Okay. Taart. Hou je van taart? Ja. Hij is een beetje beschadigd omdat ik heb lopen sjouwen. Ja, ja. Ken je het? Ja. Jan Jansen. Ja. Mensen allemaal weer gezellig aan tafel. Ja. Nou, dat wilde ik eigenlijk een beetje vieren vandaag. Dat er weer een paar mensen aan één tafel komen. Hoe sta je erin? Ja, prima. Sylveen en Sylvian, ja. Dat zijn twee kleinzoons van je. Ja. Nou, die hebben me benaderd. En die zeggen, joh, wij vinden het zo onwijs jammer hoe het tussen met name onze opa en onze vader is nu. Ja. Dus die hebben me eigenlijk min of meer gestuurd. Wat is er vanuit jouw beleving gebeurd waardoor het nu niet meer is zoals vroeger? Ja. Heel veel. Ja, weet je, kijk, ik heb zoiets van, ja, weet je, wij hebben niets fout gedaan. De opmerkingen die zij gemaakt hebben en de manier waarop zij mijn kinderen aan de deur laten staan, ja, weet je, laat hun me met een excuus komen. Wat zeggen zij daar trouwens over? Want je bent het verhaal gaan halen. Wat zeggen zij dan? Ja, zij zeggen dat ze ze niet aan de deur hebben laten staan. Zij ontkennen het gewoon? Ze ontkennen het gewoon, keihard. Die jongens zijn nooit bij Snet geweest. Nee? Hartstikke dingen, leren en bedriegen. Nee, oké, okay. Dat is in de voorval. Het verhaal is dat de jongens aan de deur gestaan hebben. En toen waren jullie wel thuis? Sjenet was wel thuis. Ja. Ja. Maar? Ik was de jongens niet. Voor een... Maar Sjenet heeft ze niet binnengelaten? Nee, en dat is niet van waar. Maar heeft ze wel binnengelaten? Nee. Maar ze was niet gezien. Oh, oké, dus dat zou een misverstand kunnen zijn. Ja, over is een leugen. Maar hij praat over liegen en dan kun je die bak niet houden. Bij die begrafenis is ook alweer iets gebeurd wat niet zo leuk was. Klopt. Toen is er inderdaad een opmerking naar een van mijn zoons gemaakt. Dat mijn zoon erbij liep als een oude lul. Maar
Waarom zegt iemand dat? Ja, hij liep in de pantalon met een blouse of met een overhemd of wat hij op dat moment ook aan had. Ja. Maar ja, die opmerking die werd dus wel gemaakt. En door wie werd die gemaakt? Door Jeanette. En was jouw vader daarbij? Mijn vader was daar inderdaad bij, want het gebeurde in de aula. En die opmerking op die begrafenis naar die jongens? Dat Jeanette zei, joh, weet ik veel, je ziet eruit als een oude hul? Wie zegt dat? Dat zeggen die twee jongens. Kijk, weer een leugen. Alles ligt aan elkaar vast. Nee, ik wil vragen, hè? Ik ga er helemaal niet meer, want ik kan dingen vertellen. Ja? Dan schrijf je hard. Dat verzinnen die jongens toch niet? Ja, ik ben er net vanaf. Daar was je ook niet bij? Nee. En was jij erbij? We waren er allemaal bij, maar ik heb het zelf niet meegekregen. Maar na de tijd hoorde het dan van mijn zoon. En dan krijg je natuurlijk een wel eens niet spelletje. Wat is dan het wel eens niet spelletje? Zegt zij dat ze het niet gezegd heeft? Ja, dat is inderdaad toen. Wat zegt ze net dan? Ja, dat ze het niet zo bedoeld had. Niet zo bedoeld of niet zo gezegd? Ja, niet zo bedoeld. Wie heeft de deur tussen jullie dichtgegooid? Jullie of Theo? Ja, dat weet ik niet meer. Nou, misschien Jeanette misschien wel. Dat weet je niet eens. Nee, misschien Jeanette. Boeit het je ook niet? Nou, het boeit me zo. Niet echt veel, nee. Heb je zelf ook wel eens iets achteraf gezegd of gaan zeggen, nou, dat was voor mij ook niet zo heel fijn? Misschien als reactie ergens op? Of... Ik heb inderdaad ook wel dingen gedaan wat niet goed is, klopt. Het gaf van mijn moeder, die ik op een gegeven moment buiten mijn vader om op mijn naam heb laten zetten. Want ik was ook de enige die na het overlijden van mijn moeder naar de begraafplaats ging. Mijn vader ging er niet meer heen. En weet je, dan heb ik zoiets van, ja, weet je, als niemand het bij wil houden, dan hou ik het wel bij. Maar dan draai ik het ook zelf op. Dat had hij gedaan. Zo uit zijn eigen. Ja. Waar ik niks van af wist. Daar was je niet blij mee. Met andere woorden van, weet ik veel, nou, dat ik niet goed deed of zo. Nee, op een gegeven moment houdt het ook hier op, weet je. En het is nu 2 jaar en ik voel me op zich. Tuurlijk, ik weet het is mijn vader. Maar... Ja, ik kan hem ook heel makkelijk voorbij lopen. Hij rijdt langer mee. En dan langer mee rijdt hij. Maar net heb ik een dooie ben. Ik denk er precies zo over. Zoek het lekker uit. Hoe staat Jeanette hier nu in? Jeanette? Ja? Die interesseert je niks. Ze laat haar helemaal koud. Helemaal koud. Ja? Ja. Goed. Ik laat de taart bij je achter. Is en goed. Daar zit aan vast een uitnodiging voor een diner. Ja. Dat diner is vandaag. Oké. Okay. Ja. Voor mij hoeft het ook nooit meer goed te komen op deze manier. Ja, dat klinkt best wel definitief. Ja, kijk, wat komt er van mijn vader af? Dan kap ik hem per direct af. Oh. Grote vraag is natuurlijk, is er iemand ingestapt? Nou jongens, eindelijk gaan we weten hoe deze dag afloopt. Ja. Hoe is het met jullie? Ja, heel erg gespannen. Gespannen. Ja, dat stralen jullie niet uit, maar van binnen gebeurt er heel veel. Ja. Ja. Wat jullie vader betreft, kijk, hij is vooral boos op zijn vader en op Jeanette. Om de dingen die ze tegen jullie niet zo leuk gedaan hebben. Dat ze je buiten hebben laten staan, die opmerking op die begrafenis. Ja, daardoor zegt hij, voor mij hoeft het eigenlijk niet meer. Ja. En toch heb ik hem gevraagd, je eigen zoons willen dat het goed komt. Als ik dit nu vertel, wat zegt je gevoel dan? Eerlijk gezegd denk ik dat de kans klein is dat hij instapt dan. Ja, nou, hij ging nog overleggen met jullie moeder. Dus het zou kunnen zijn dat ze allebei gekomen zijn. Maar het kan ook zijn dat hij zegt, dit ga ik niet doen. Ik ben benieuwd. Ik ook. We gaan het snel weten, jongens. Hij komt als het goed is van die kant. Hey. Kleine. Ik gooi even de deur achter je dicht. Hey. Zo jongens. Nou, het hele gezin compleet. Welkom allemaal. Ik geef jou maar gelijk even het woord, Theo. Want je hebt een beslissing genomen. Wat is de belangrijkste reden? Om toch te kijken dat mijn kinderen toch hun opa terugkrijgen. Jacqueline, wat is jouw belangrijkste afweging om hier te staan? Ja, gewoon dat je toch weer met z'n allen toch één familie kan wezen. Ja, stel je voor, ik heb geen idee of die het aandurft. Als die komt, wat ga je hem zeggen?
Geen idee nog? Nee, nog geen idee. Ligt een moment, denk ik, van eerst afwachten van of hij überhaupt instapt. We gaan het zien. We moeten even afwachten. Ik ga jullie mee naar binnen nemen. Dus volg mij maar. Ja, best wel een beetje spanning en zenuwen. Het is wel je vader en je kan nu eens doordoen, maar je mist wel wat. Ik geef 20% kans dat hij instapt. Nou jongens, dit is fijn, maar de dag kan nog totaal mislukken als opa Jan besluit om niet in te stappen. Ik heb een oude wasmachine afgeleverd bij opa Jan, omdat ik zeker wilde weten dat hij thuis was. Die heeft hij in ontvangst genomen, maar zijn eerste reactie was best wel een beetje wantrouwend, argwanend. Verder zijn er een paar dingen waar zij een hele andere beleving van hebben, merk ik. Dat gevalletje dat jullie lang zijn geweest en niet binnen mochten komen, dat zien ze echt anders. Okay. De opmerking over jouw kleding op de begrafenis, daarvan zeggen ze ook dat is echt niet zo. Okay. Uiteindelijk heb ik hem wel zover gekregen dat hij op zijn minst ging nadenken. Maar Jan zei wel, ja, ik moet gewoon met Jeanette overleggen. Ja. Wat betekent dat? Ik denk dat hij niet in gaat stappen, omdat het dan van haar niet mag. Jouw vertrouwen is er niet meer? Nee. Hey, jongens, weet je, we houden hoop tot we het zeker weten. Ik hoop niet dat jullie teleurgesteld worden, maar ik waarschuw je wel een beetje. Ja. Rustig aan. Zeg die jongens even gedag. Nee, heel goed. Kijk jongens, wie had dit vanmorgen gedacht, hé? Hoe is dit voor jou? Ben je er blij mee? Hoe is het voor jou? Ja, blij. Jan, ik vind het te gek dat je er bent. Vertel even aan Sylveen en Sylvian wat voor jou de beslissing is geweest om in te stappen. Ja, ik mis het toch wel een beetje. Ja. Ja, wat vind je van deze actie van die jongens? Ja, goed. Ja, zeg het maar tegen die jongens. Ja, is goed. Nou, dan ga ik jullie mee naar binnen nemen. Volg mij maar. Nou, dit zijn wel tranen van blijdschap, hè? Denk ik. Jan, zeg je zoon een gedag. Kom even erbij staan, Theo. Want dit is eigenlijk wat jouw zoon vooral wilde. Ja, ik weet niet hoe groot de afstand moet zijn tussen jullie nu, maar... Fijn dat je er bent, Jan. Mag ik het nou zo aan jou vragen, Jan? Wil het weer een beetje goed komen tussen jullie? Wat is voor jou belangrijk? Ja, nou, misschien heb je ook niks. Nee, eigenlijk wil je het gewoon goed hebben. Ja. Ja. Is er wat jou betreft iets wat je dat is voor mij wel echt heel belangrijk? Dat de kinderen de opa terug hebben en dat de kinderen erheen kunnen gaan wanneer ze erheen willen gaan. Ja, begin is er. Zeker. Toch? Ik hoor je zeker weten. Wat jou betreft ook, Jan. Neem je kleindochter mee en ga lekker zitten.